Ik ben Jennifer en nu ga ik Super Mario Bros. Uitleggen. Hier heb je dit al, maar je kan ook naar een andere wereld. En ik vind deze wereld zo mooi. De zon en het strand. Dus dat is een heel fijne wereld. Maar dit is het moeilijkste van die wereld. Misschien kan je dat spelen. En dit is nog dat is het moeilijkste. Bijna het moeilijkste. En dat is eigenlijk het makkelijkste. Nu ga ik hier naartoe. Die heeft altijd cadeautjes. Moet je naar omhoog springen. Daar word je groot van en dan kan je iedereen verpletteren. Zelfs de schildpadden. En ik denk dat ik hier het eerste spel ga bij spelen. Je moet. Soms krijg je ook het gemakkelijke pak, dan gaat iedereen vanzelf dood. Maar dat is niet altijd. En die vakjes krijg je centen en zo. En je zwemt er. En Mario die kan zo lang als een vis onder blijven, dus die kan best wel lang onder water blijven. Alleen je moet oppassen voor vissen en zo, want dan word je kleiner of ga je al dood. Dus ik denk dat mijn zus hele grote beesten gaat krijgen daar. En met paarse moet je heel oppassen, want die volgt je. Dus dat is niet fijn, want die wil je opeten. Dus zoals daar. En nu is het dood. Dus dan moet je terug helemaal opnieuw beginnen. En ze heeft nog altijd een grote paddenstoel. Dus dat is altijd fijn. Soms mag je verder spelen en soms ook niet. Maar je moet oppassen als de stroom je naar boven doet of naar onder, dat je dan geen vis raakt of zo. En ik zie dat het grote visje achter het boog. Dus probeer een beetje snel te zijn. En eigenlijk kan je niet snel gaan, maar je kan wel sneller typen, dus dan ga je sneller naar boven of sneller naar onder en dan ga je rappen. En nu is ze aan het finish, dus dan is ze gewonnen. Dus als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje naar omhoog en tot de volgende keer. Dag!